Weltmeeroorlog. Of beter gezegd, de Grote Oorlog. Op 28 juli 1914 brak de oorlog uit. En natuurlijk was Fenn ook mee met zijn vrienden naar de oorlog. Maar hij wist niet wat hem te wachten stond. Het verhaal begint hier. Alle soldaten werden opgehaald door een bus en die stopte ook bij Sven zijn huis. Oh, Sven, ik ga je missen. Ik zal goed opletten. Ja, dank je. En pas goed op jezelf, hè? Ja, daar. Dag. En de bus vertrekt naar het slagveld. Oh nee! Sven. Oh nee, een zeppelin. Boom, jam, boom, boom. Oh nee, onze buurman. Oef, dat was eng. Sven schrijft een brief naar zijn geliefde Marie. Die brief is bewaard gebleven en nu lezen we er een stukje uit voor. Januari 1915. Liefste Marie, het is hier heel vuil en smerig. Ik wou dat ik bij jou was, maar jammer genoeg gaat het niet. Ik denk dag en nacht aan je en ik zal altijd van je houden. Onthoud dat voor heel je leven. Veel van mijn kameraden zijn dood door de Duitse aanval van deze ochtend. Zelf onze buurman Paul is gestorven. Zelf Brecht is gewond geraakt. Je weet niet hoeveel ik van je hou. Ik hoop dat als de oorlog voorbij dat ik bij jou in de zetel kan zitten, gelijk vroeger. Vele groetjes van, kusje, kusje, kusje. Ministerie. Oh nee, het is fijn. Oh nee.